Nou, dit is dan een van de dingen die ik nooit weg zal doen. Ik ben natuurlijk een hart- en nieren Vitesse supporter. Ronnie is vanaf kinds af aan trouw fan en is elke dag met zijn club bezig. Ik zou me geen leven zonder Vitesse kunnen voorstellen. Ook zijn vriendin is een trouwe aanhanger. Samen naar een wedstrijd en niet alleen maar Ronnie, maar gewoon een vaste club mensen die om ons heen zitten. En nou ja, dat is altijd gezellig. Vanavond zit hij samen met zijn vriendin als enige Vitesse supporters in de Kuip. De rest van het uitvak is gevuld met 2 fans van elke eredivisieclub. Het is een protest tegen de KNVB die maar 1200 kaarten beschikbaar stelde voor de uitploeg. Ik kan in ieder geval de wedstrijd zien. Natuurlijk sta ik er met een ander gevoel en ook voor een statement te maken richting de KNVB dat voetbal gewoon voor de supporter moet zijn en niet voor de bobo's. Maar staat de wedstrijd tegen Feyenoord voor de Johan Cruijff Schaal niet in de schaduw van de gewonnen bekerfinale 3 maanden geleden? De Johan Cruijff Schaal is voor Vitesse echt wel een prijs. En ik denk ook wel dat het door Vitesse serieus genomen wordt om daarvoor te gaan. En hoe gaat Vitesse het eraf brengen? Ik denk 1-3. Nou, ik gok op een kleine overwinning, 1-2.